Welkom bij het FD campagnejournaal van vrijdag 7 september. Nog 5 dagen en dan gaat Nederland naar de stembus. In de campagne is eigenlijk alles wel zo'n beetje gezegd. Iedereen heeft zijn standpunten ingenomen, er komen geen nieuwe geluiden meer. En wat je ziet is dat partijen zich als schouderduwend de formatie proberen in te vechten. Premier Rutte waarschuwt de huizenbezitter nogmaals een keer dat zijn hypotheek toch echt het meest veilig in handen is bij zijn partij. Vanochtend in de Telegraaf waarschuwt hij dat andere partijen hypotheekbezitters gaan dwingen om eerder af te lossen. Nou, de Partij van de Arbeid hamert op zijn punt van eerlijk delen. D66 ziet zichzelf als de middenpartij die wil hervormen. En het CDA werpt de blik op de lange termijn en het gezond maken van de overheidsfinanciën. Dus in de posities verandert niet meer zoveel. Hier aan het Haagse Binnenhof is eigenlijk heel weinig te doen. Iedereen is op campagne, ze zijn aan het flyeren, ze zijn rozen uit het delen, ballonnen. Maar schijnbedriegt, want aan die kant van het Binnenhof, daar zijn ambtenaren van Algemene Zaken druk aan het werk. Zij maken formatiedossiers, dat zijn mapjes die straks de informateur of desnoods een verkenner daarvoor kan gebruiken om te zien aan de hand van de stembuitenuitslag welke combinatie de meeste kans heeft en op welke terreinen partijen overeenstemming kunnen krijgen.